Marcel, extreem hoogwater. De vraag is dan al gauw of de schuiven van de kering dichtgaan. Nou, die kans is wel heel groot hoor, dat de stormvloedkering dichtgaat. Normaal gesproken gaat de kering dicht bij een waterstand van 3 meter boven NAP. Er is nu een alarmpeil dat is ingesteld van 3,70 meter. En het ziet er naar uit dat er een waterstand komt van 3,90 meter. En Waterschap Scheldestromen heeft zelfs gezegd dat er een kans is van 30% dat het waterpeil op 4,20 meter komt. Nou, dat zijn hele hoge waterstanden. Maar formeel moet er nog over besloten worden of die kering inderdaad dichtgaat. Ja, die kering wordt natuurlijk regelmatig getest. Maar het is echt al een hele tijd geleden dat die vanwege noodweer gesloten is geweest. Ja, dat is 6 jaar geleden. Op 8 november 2007 is die voor het laatst dichtgegaan vanwege hoge waterstanden. Men is daar sowieso niet zo scheutig mee met het sluiten van die kering. In 1986 is die in gebruik genomen en sindsdien is die 24 keer dicht geweest. Ja, dat is relatief laag. Een topjaar was wel 1990, want toen is de kering maar liefst 7 keer dicht gegaan. Maar nu is het al een hele tijd geleden, 6 jaar geleden. Springtij, stormachtige noordwestenwind. Dat zijn dus kennelijk wel aanwijzingen om extra alert te zijn. Ja, je kunt wel zien dat iedereen op scherp staat. Waterschap Scheldestromen heeft een crisisteam ingesteld. Die zitten nu nog in fase 2, om in hun bewoordingen te spreken. Die kunnen dat nog opschalen naar fase 3. Nou, het KNMI heeft ook een code afgegeven, code geel. Het is niet overdreven om te zeggen dat alle partijen die hiermee bezig zijn, Rijkswaterstaat ook, dat al die partijen echt op hun kievieven zijn. Want het is niet zozeer de storm, hè, want het gaat niet echt stormen. Het blijft bij windkracht 8, is de verwachting. Maar vooral het springtij en het hoge water, dat maakt dat iedereen alert is.